De plannen van Vlaams minister Chris Peeters om bossen en natuurgebieden van de Vlaamse overheid open te stellen voor jagers stuiten op verontwaardiging. Tijdens een actueel debat in het Vlaams parlement neemt Groen parlementslid Vera Dua de minister zwaar onder vuur. U bent er werkelijk weer schitterend in geslaagd, meneer Peeters, om niet alleen ons, maar ook de ganse milieubeweging tegen u in het harnas te jagen. Door voor te stellen om onze natuurgebieden, onze openbare bossen open te stellen voor jachtactiviteit. Nu, collega's, wij weten, en bepaalde partijen weten dat meer dan andere partijen, dat wij in, meneer Wille zit al goedkeurend te knikken, dat wij een niet slecht georganiseerde jagerslobby hebben in Vlaanderen. En die jagers die hebben zo van die verzuchtingen. Ik noem dat ook wilde dromen. En een van die wilde dromen dat is dat zij toch zo graag allemaal zouden jagen in de mooie bossen van Vlaanderen, in de mooie natuurgebieden van Vlaanderen. Dat is een oude droom, meneer de minister. En telkens als er een nieuwe minister is van Leefmilieu, probeert men die een droom op een of andere manier te realiseren. Tot nu toe hebben al uw voorgangers ze wandelen gestuurd. Ik zal u direct de uitzonderingen zeggen. Wandelen gestuurd, omdat, u kunt daar niet aan uit, omdat het nu eenmaal zo is dat de jachtactiviteit op zich zeer moeilijk verenigbaar is met de eigenlijke functie van die gebieden. En de functie van onze bossen, de functie van onze natuurgebieden, dat is in de eerste plaats de natuurwaarden bewaren, eventueel door een goed beheer die natuurwaarden te verbeteren en vooral ook de mensen te laten genieten van die natuur, van de rust, door ze te laten wandelen, door ze te laten fietsen, door ze aan natuurobservatie te laten doen. En dat is inderdaad wat men noemt de zachte recreatie die perfect thuishoort in onze natuurgebieden. Dit is zo. Men kan daar niet naast kijken dat dit zeer moeilijk met elkaar te verbinden is. Ik denk ook, meneer de minister, dat het, als men zich dat voorstelt, en men moet daar niet veel gezond verstand voor hebben, als men nu gaat gaan wandelen in een bos, enkel echt om te genieten van die rust en die kalmte, dan wordt dat toch heel sterk verstoord wanneer men constant moet ongerust zijn dat men een portie hagel in zijn broek zou krijgen. Dus in die zin is het zeer, zeer moeilijk, zeer, zeer moeilijk met elkaar te combineren. En de jagers weten dat ook wel. De jagers weten dat ook wel, maar blijkbaar bent u toch ingegaan op hun vraag om te bekijken waar het mogelijk is. En het gaat zelfs verder, meneer de minister, want het gaat niet alleen over onze openbare bossen en natuurgebieden. Ik heb gehoord dat een aantal erkenningsdossiers voor natuurreservaten die in privé-eigendom zijn, van private verenigingen, dat u deze momenteel aan het blokkeren bent omwille van de reden dat in hun beheersplan de jacht niet toegelaten is. Dus dat u de subsidies voor natuurverenigingen, voor het beheer van hun reservaten, momenteel niet wil toekennen met als argument dit kan enkel wanneer de jacht toegelaten is. Ik denk dat dit niet kan, dat dit nog veel, veel verder gaat dan de openbare bossen. Dat is een soort chantage die gepleegd wordt door middel van de subsidies. En inderdaad, want ik wil uw antwoord voor zijn, en de vorige spreker heeft dat trouwens ook al op gewezen, er zijn een aantal bossen waar de jacht, openbare bossen waar de jacht is toegelaten. En hoe komt dat? Dat is een historisch feit. Meestal dateren die aankopen van een hele tijd geleden. En een aantal eigenaars waren maar bereid om een bos te verkopen, om van natuurgebied te verkopen aan de staat, want dat was toen nog de staat, als zij hun jachtrecht konden behouden of als er expliciet in de aankoopakte vermeld werd dat de jacht moest verpacht worden. Ik weet dat dat in het verleden gebeurd is en we zitten daar nog altijd mee met die aankoopakte die inderdaad juridisch dat je niet zomaar naast je neer kunt leggen en met het feit dat daardoor in een aantal openbare bossen de jacht toegelaten is. Dus in plaats, meneer de minister, van een keer goed te gaan onderzoeken hoe we daar op een of andere manier kunnen aan ontsnappen, nee, kiest u de vlucht vooruit en zegt u, wij gaan nu een keer kijken hoe we dit allemaal kunnen waarmaken, hoe we die jacht kunnen toelaten in al onze bossen en natuurgebieden. Dus het is volgens mij compleet in tegenstrijd met de basisprincipes van juist die natuurgebieden, van het beheer van die gebieden. Uiteindelijk, meneer de minister, worden onze bossen en onze natuurgebieden aangekocht met belastingsgeld. En ik denk dat wij allemaal, alle Vlamingen, hebben daarvoor betaald.
En dat het merendeel van die Vlamingen er eigenlijk niet mee akkoord zijn dat met hun belastingsgeld gronden worden gekocht die daarna als cadeau gegeven worden aan de jagers. Ik denk dat dit niet zal geslikt worden door het grootste deel van Vlaanderen. Dus vandaar, ik heb eigenlijk maar één concrete vraag voor u. Zou u alstublieft deze wilde jagersplannen naar de prullenmand willen vermijzen, want ik denk dat dit de plaats is waar ze thuis horen. Bedankt. Kranten lezen is goed. Maar daar is ook veel wat men plastisch uitdrukt, gazettenpraat bij. En ik moet eerlijk zeggen dat wanneer jullie allemaal zo verwonderd zijn, het heel belangrijk is dat ik zeg wat ik gedaan heb en hoe dat moet gesitueerd worden. Want ik heb meer dan de indruk dat bepaalde reacties ook hier in dit parlement zwaar overtrokken zijn en dat die niet aan de realiteit beantwoorden en dus wat mij betreft volledig naast de kwestie zijn. Wat de situatie betreft, want wat voor mij belangrijk is, is de facts en de figures en te kijken hoe we een aantal zaken oplossen. En ik wil beginnen met een overzicht te geven van wat de domeinbossen betreft, hoe daar het aantal hectaren dat verpacht is naar de jacht vanaf 2000 zich ontwikkeld heeft. En ik begin met het jaar 2000. Dan waren de domeinbossen wat de jachtpacht betreft goed voor 3074 hectare. In 2003, en collega Duwa zal dat zeer goed weten, in 2003 is dit opgelopen, dat jachtpacht, naar 3892 hectare. En wij zitten nu in dus een stijging, 3074 naar 3892 hectare verpacht. Ja, maar ik geef u de evolutie van het aantal hectare, meneer Sanne, dat verpacht is. En wij zitten nu aan 3985. Meneer Sanne heeft het woord. Meneer de minister, maar die evolutie heeft er natuurlijk te maken met de aankoop. Wanneer je domeinbossen van Westerlo, van de Merode, aankoopt, dan koop je dan natuurlijk de historische jachtrechten mee. Of is dat een van de voorwaarden die blijven bestaan? Je moet de zaken toch wel een beetje nuanceren en niet de indruk geven alsof dat de overheid bijkomende jachtrechten zou gecreëerd hebben. Meneer Sanne, ik heb nog niet uitgesproken en ik geef u alleen een overzicht van het aantal hectaren dat verpacht is en waar er dus een probleem is. Ja, maar ik ben nog niet uitgesproken, hè, meneer Sanne. Dat er een probleem is dat niet vanaf vandaag zich situeert, maar al langer, vanaf 2000 en daarvoor al heeft zich afgespeeld. En dat in de loop van 2000 naar 2003 er een hoogtepunt, wat dan terug gezakt is tot het niveau dat ik vandaag heb meegegeven, 3985 hectare ten opzichte van totaal domeinbos van 20.700. Dat is goed voor 19,3%. Dat is de situatie en er is er juist er straks gezegd wanneer men bossen aankoopt en daar is een jachtpacht op, dat men natuurlijk, wanneer dat contractueel is vastgelegd, dat we daarmee geconfronteerd zijn. Dat is één. Ten tweede dat wanneer daar geen jachtpacht op zit, dat in het kader van de beheersplannen zich daar een vraag stelt in welke mate en onder welke voorwaarden gaan we daar nog jacht onder bepaalde situaties toelaten. Het is dat, mevrouw de voorzitter, beste collega's, dat het facts en figures het probleem is waar we voor staan en waar ik voor sta en dat niet nieuw is. De vraag is, hoe gaan we dit verder nu concretiseren? En daar is een werkgroep door het agentschap Bos en Natuur voor opgericht om te kijken hoe die evolutie, hoe we die bestaande jachtpachten zich verder ontwikkelen en of we daar onder heel bepaalde voorwaarden, want het gaat dan over beheersjacht en het gaat over bestrijding, over die twee elementen gaat het en al die discussies over recreatieve jacht enzovoort, nee, dat is niet het kader waarbinnen men dit dossier aanpakt. Het is ook met heel uitdrukkelijke criteria naar veiligheid, naar natuurlijkheid en dergelijke meer, dat er een werkgroep, dit dossier is aan het bekijken. En ik moet eerlijk zeggen, ik was ook zeer verwonderd
om dan in een bepaalde krant te lezen. De eerste vergadering van die werkgroep heeft plaatsgevonden op 22 oktober. Om daar te lezen dat Peters in alle natuurreservaten de jacht zou toelaten. Dat nu alles terug aan de jagers zou overgemaakt worden wat wij in eigendom hebben, wij het Vlaams gewest. Mevrouw de voorzitter, collega's, dit is volstrekt onjuist. En diegenen die daar nog aan twijfelen, hoop ik, hebben nu vandaag wat mij betreft een duidelijk antwoord gekregen. Het is natuurlijk zo, en ik wil nog een tweede element, want men heeft hier Natuurpunt aangehaald. Ik heb hier de overeenkomst die Natuurpunt afsluit met bepaalde jagers om in hun natuurreservaten aan bestrijding te doen. Dit is de overeenkomst die Natuurpunt tekent met de jagerij. Waarom? Waarom? Omdat men heel goed weet dat in bepaalde omstandigheden naar bestrijding toe, naar een goed ecologisch beheer van een natuurreservaat, dat de jagerij daar een rol kan inspelen. En het is dat wat ik wil objectiveren, waar ik duidelijkheid en transparantie wil geven. Niet alleen wat de Natuurpunt, want die reservaten, daar is Natuurpunt voor bevoegd, wat onze in eerste instantie domeinbossen betreft, waar we zitten met die 3.985 hectare, om daar duidelijkheid in te brengen. En ik vind het niet meer dan normaal dat de minister, die zegt dat is een probleem, we moeten dat oplijsten, we moeten daar de criteria, dat hij daar een werkgroep voor opricht. En collega Wijmeers, u vraagt naar het statuut van die werkgroep, dus ik heb gevraagd aan het agentschap om dat te bekijken, om daar met de betrokkenen verder van gedachten over te wisselen. Dat is niet alleen met de verenigingen van de jagers, maar ook met de natuurverenigingen die daar kunnen en zullen bij betrokken worden. Dus ik denk dat elke minister die op een objectieve wijze dit probleem aanpakt, dat dit een werkwijze is die moet gevolgd worden. Het is natuurlijk spijtig. Het is natuurlijk spijtig dat dat in de morgen wordt uitvergroot en dat men daar van alles bij zet die niet de bedoeling is, nog van de werkgroep, nog van mij. Ten tweede, ik heb nog geen beslissing genomen. Men geeft hier de intenties van de minister, de beslissing van de minister. Wel, mevrouw de voorzitter, collega's, de minister heeft nog niets beslist. Wacht met de resultaten van de werkgroep wat we daar verstandig kunnen doen en hoe we het probleem dat niet vandaag bestaat, maar al jaren bestaat, hoe we dit kunnen aanpakken. En ik denk dat met alle elementen die hier zijn meegegeven, zeker naar de problematiek van de recreanten en het gebruik van de domeinbossen in eerste instantie, want daar gaat het over. Men heeft de trek uitvergroot naar natuurreservaat en dergelijke meer, wat niet aan de orde is of toch niet in eerste fase, of wat mij betreft zelfs niet buiten de contract die Natuurpunt afsluit, dat daar verder moet aan gewerkt worden. Maar ik denk dat met de duidelijke objectieven, met de duidelijke elementen die hier zijn aangereikt, dat we daar tot een niet-emotionele, dus een objectieve en duidelijke besluitvorming kunnen komen. Die is er vandaag nog niet. Daar zal verder aan gewerkt worden met de betrokkenen die ik juist heb gegeven. En ik ga ervan uit dat heel veel emotionaliteit rond dit onderwerp kan verdwijnen door objectieve cijfers en objectieve criteria en duidelijke beslissingen te nemen. En ik wil afronden dat wat mij betreft de natuur en heel het natuurbeleid heel belangrijk met een aantal uitgangspunten moet gerealiseerd worden, maar dat daar naast de natuurverenigingen, naast de vissers, ook de jagerij een rol te spelen hebben binnen de beheersjacht, binnen de problematiek van bestrijding. En ik zal daar, als ik een beslissing neem, dit ook uitvoerig hier in dit parlement komen toelichten. Dank u. Ik noteer in elk geval, meneer de minister, dat uw ambities ondertussen serieus gemilderd zijn, wat een goede zaak is. En een tweede punt, misschien wachten voor al eerder, een tweede punt. Ik ben ook heel sterk voor objectieve besluitvorming in alle dossiers, ook in dit. En het is geen kwestie van emotionaliteit, maar de objectieve besluitvorming voor wat de relatie beheer en jacht betreft, dat is dat ik het ongelooflijk belangrijk vind dat het beheer van onze openbare bossen en van onze natuurgebieden in handen blijft van de overheid. Dit moet gebeuren, het zij door boswachters, het zij door ander personeel, maar we gaan nu toch niet de jagers laten onze bossen beheren. En het feit dat u dit wil oplossen in een of andere duistere werkgroep, waar de betrokkenen
waar de betrokken natuurverenigingen niet inzitten, is een bewijs dat u niet van goede wil waart. Dus ik zou u willen vragen van effectief op een objectieve manier het beheer van uw bossen in eigen handen te houden. Wanneer men natuurlijk vanuit kranten bepaalde intenties van de minister afleidt en dan hier een debat waar de minister toelicht waar het over gaat en dan zegt zijn beleid wordt bijgestuurd, dat is denk ik een zeer aparte en wat mij betreft slechte manier om aan politiek te doen. Wanneer men zelfs zorgt, en dat is niet in dit dossier, dat er lekken zijn in de pers om nadien te zeggen, goed, daar gaat het over, en dan te zeggen, er is een bijsturing dankzij onze oppositie. En het is ook zo dat collega Dua, had u zegt ja, dat het beheer moet bij de overheid, bij de boswachters, dat het agentschap Bos en Natuur zelf ook in die werkgroep zegt, wij willen dat verder ook met de jagers bekijken in welke mate, natuurlijk binnen een beheersplan en binnen een aantal afspraken, we naar beheersjacht en bestrijding kunnen gaan met medewerking van onder meer de jagerij. Dus de agentschap Natuur en Bos is hier ook vragende partij om dit verder uit te werken en dat verder te bekijken. En ik denk dat op deze manier, door een werkgroep te installeren die dat objectief bekijkt, waar de natuurverenigingen ook bij betrokken worden, dat met die resultaten van die werkgroep er dan mogelijk een discussie kan zijn wanneer ik daar een beslissing in neem. Maar het is zeer eigenaardig dat wanneer een minister een werkgroep installeert, die werkgroep nog maar één keer bij elkaar is gekomen met een verkennende vergadering, dat men zulke conclusies trekt over een beslissing die de minister zou genomen hebben. Daar zijn we nog ver vandaan, maar ik hoop dat we stappen vooruit zetten, ook in die werkgroep. Ik dank u.